Vandaag is er weer veel nieuws rondom de cubes. Daarnaast heb ik een heel erg goed nieuwtje over Fortnite iOS. Yes, tof dat jullie kijken naar deze nieuwe Fortnite update video. Als je wil, smash natuurlijk eventjes op het blauwe duimpje omhoog. Daarmee support je namelijk heel erg deze video. Abonneren kan natuurlijk ook hier beneden. En we zien de kleine item shop van vandaag natuurlijk in beeld staan. Zeker weten geinige items. Rechts onderin kun je overwegen om de code te veel gevraagd in te vullen. En wie dat ook heeft gedaan is Zaagje. Deze bundel gekocht in Save the World met de enige beste code. Te veel gevraagd. Keep it up, keep up the good work, boys, zegt hij. Hey Zaagje, heel erg bedankt voor het gebruik van onze code. In Save the World kun je natuurlijk ook onze code gebruiken. En dat heeft Zaagje gedaan. Een dikke SO naar jou. We gaan denk ik direct beginnen. Ik heb vandaag... eigenlijk best wel wat eigenlijk. Dus we gaan direct beginnen. Yes, en het eerste topic gaat eventjes over hoe ver we zijn in dit seizoen. Ja, ik dacht ik knal hem er vandaag nog eventjes in. We zitten op dit moment op 2%. Wat betekent 83 dagen. En dit seizoen is gelukkig een stuk korter dan volgens mij season 7. Want volgens mij season 7 zat ergens rond de 95 of zo. Dus dat scheelt gewoon bijna 2 weken. Dus dat is zeker weten chill. We gaan nu door naar het volgende. Ja, en dit gaat eventjes over de Season 8 Starter Pack. Zoals jullie weten, elke season komt weer een Starter Pack die je kunt kopen voor 4 euro. Waarbij je een skin, backblink, pickaxe en 500 of 600 V-Bucks krijgt. En ja, dit is de Starter Pack die we gaan krijgen bij Season 8. Dus deze komt als het goed is binnen 2 weken uit, gok ik. Dat is meestal zo, namelijk in het begin van het seizoen dan releasen ze deze. En dat gaat niet verkeerd zijn. Ik ga deze sowieso halen. Is het namelijk altijd wel waard. En we gaan nu door naar het volgende. Ja, en dit gaat ook eventjes over een skin die eraan gaat komen voor Battle Pass users. Namelijk, zoals jullie weten, er is een geheime skin in de Battle Pass, waarvan we eigenlijk nog niet weten wat voor skin het gaat worden. En dat gaat deze skin worden. En dit is gelijk een plaatje waar je meer info ziet. Dus we zien een soort van ogen. We zien eigenlijk al wel best wel wat eigenlijk van deze skin. En ik verwacht dat hij iets met cubes gaat hebben, want het heeft allemaal vierkantjes. Dus ik weet niet, misschien gaat het wel een soort van paarse, misschien wel een roze skin worden. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik dacht, ik laat het eventjes zien aan jullie. Dan hebben we een iets beter beeld bij die geheime skin die eraan gaat komen. We gaan door naar cubes. Ja, er liggen natuurlijk verschillende cubes in de map. Namelijk wel geteld 1, 2, 3, 4, 5, 6 of zo. 6, volgens mij 6. En ze rollen. Gisteren heb ik dat al laten zien dat er eentje ging rollen. Nou, hier nog meer beelden van een cube die rolt. En ja, ik weet niet, het gebeurt dus vaker. Fort Tory die houdt een map bij met hoe vaak dingen rollen. En ja, als je goed kijkt zie je bijvoorbeeld links bij Sweaty zie je 2 van die puntjes. Nou, daar moet je nog op letten. Dat betekent dat die 1 keer is gerold, zeg maar. Eén zo'n puntje. En we zien dat nu 2 cubes eigenlijk zijn gaan rollen. Er gaat alleen iets anders gebeuren bij bijvoorbeeld de gouden cube. Namelijk de gouden cube, daar gaat iets heel erg aparts mee gebeuren. Namelijk volgens Hypex gaat deze vliegen. Ja, hij gaat letterlijk hoveren. Dus in de lucht hoveren. En op die manier gaat hij verplaatsen. Het zou me niet verbazen als deze een soort van teleporteert van plek. Dus dat hij in de lucht hovert en dat hij zo flits in één keer op een andere plek staat. Zou me niet verbazen. Dan moeten we nog eventjes afwachten. Ik heb er wel audio voor jullie, dus laten we dat eventjes gaan luisteren. Ja, ik dacht, laat ik eventjes 1 hovergeluid horen. Er zijn er veel meer. Maar dit is best wel een apart geluid. En ik weet niet precies wat het gaat doen. Maar we gaan er binnenkort achter komen. Ik denk dat dat misschien nog wel deze week gebeurt. Omdat we dus al zagen dat 2 cubes zijn verplaatst van plek. Dus waarom de gouden niet? Dus zeker weten tof. We gaan door naar het volgende. Ja, zeer binnenkort dan krijgen we of een nieuwe Combat AR of een Combat SMG. Namelijk, deze 2 die zijn geleakt. En deze kunnen we krijgen door middel van een funding machine in round 2. We hebben nu volgens mij een funding machine voor die sentry gun in het midden van de map. Volgens mij is dat het. En binnenkort kunnen we dus als community kiezen tussen een combat SMG of een combat AR. Dus ik ben heel erg benieuwd wat het gaat worden. Van mijn part gooien ze er een AR in. Ik bedoel, ja, SMG, is dat echt nodig? Ik weet het niet. Nou, in ieder geval, dat is niet nodig. Laten we gewoon die AR kiezen. Laten we daar al ons geld tegenaan smijten. En dan kunnen we dus als community kiezen voor een
nieuw wapen. Eigenlijk wat we ooit zagen bij een event waar toen de drumgun terugkwam. Dus zeker te tof. Dat gaan we dus binnenkort in round 2 zien wanneer deze eerst klaar is, deze round. En we gaan nu door naar het volgende. Yes, en dit is een heel erg positief teken voor Fortnite iOS. Nou, daar gaan we het inderdaad eventjes over hebben. Namelijk, zoals jullie weten, Apple heeft gewonnen de rechtszaak. En Fortnite, die moet nu op een andere manier terugkomen. Nou, ze zijn daarmee bezig, kan ik je vertellen. Namelijk, iemand heeft op Twitter gevraagd aan Tim Sweeney, de CEO van Epic Games, waarom ze de payment option, de direct payment option, uit de iOS tab hebben gehaald. Dat heb ik gisteren namelijk ook al verteld. Je kunt nu niet meer in de item shop dingen kopen. Je kunt geen battle pass meer kopen. Is natuurlijk best wel zuur, maar dat heeft een reden. Namelijk, Tim Sweeney heeft gereageerd dus met dat Apple says Epic can return to Apple Store only if it follows the rules. Dus wat gaat Epic Games hier doen? Ze gaan ervoor zorgen dat niemand iets kan kopen op mobiel, maar wel via PC. Dus op die manier proberen ze er eigenlijk voor te zorgen dat Apple nul inkomsten heeft aan de app. Ja, dus dat is heel erg slim als je naar mij vraagt. Of tenminste, zij zijn tegen Apple, dus dan is het slim. Dus ze gebruiken de Apple Store gewoon nog om de game te kunnen updaten en zo. Dat mag dan allemaal weer. Dus dan kunnen we gewoon updaten naar Season 8 op mobiel. Het enige wat je moet doen als je een skin wil kopen, dan moet je inderdaad op de PC eventjes inloggen en het daar kopen. Hetzelfde geldt voor de Battle Pass of andere items. Dus dat is natuurlijk een handige manier om het een beetje te omzeilen. En natuurlijk een goede manier om Fortnite iOS weer helemaal volledig terug te krijgen in de App Store. Dus dat is zeker weer te nice. Wel een beetje apart, namelijk een paar dagen geleden nog, zei die, namelijk 5 dagen geleden zelfs, zei die dat de Fortnite enkel en alleen terug gaat komen wanneer een in-app payment systeem is van Epic Games zelf. Dus dat die naast die van Apple eigenlijk samen in de game zit. Dus ja, ik weet niet. Nu is die blijkbaar omgedraaid. Hij gaat dat blijkbaar op een andere manier doen. Waarschijnlijk omdat er geen andere mogelijkheid is om anders Fortnite in de App Store te krijgen. En we gaan nu door naar het allerlaatste topic. Ja, en dit is gewoon eventjes een grappig iets. Namelijk, zoals jullie weten, op 26 september, dan is Fortnite Battle Royale jarig. En dat is de 4e verjaardag van de Battle Royale serie van Fortnite. Dus dat is zeker weer tof. Daar komt iets tofs aan. Namelijk een nieuwe Battle Bus. Met het cijfer 4 natuurlijk erbovenop. Dus dat is zeker weer tof. Dat hebben we namelijk ieder jaar gezien. En ook dit jaar gaat dat weer gebeuren. Dus interesting. Daar komt waarschijnlijk nog wel een video over online. Dus stay tuned voor dat. Dames en heren, dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Druk dan natuurlijk eventjes op het blauwe duimpje omhoog. Daarmee support je namelijk heel erg deze video. Abonneren kan hier beneden. Straks veel vragen kun je gebruiken. En ik zie jullie allemaal weer morgen bij een nieuwe update video. Peace out.